Wat vond ik van mijn middelbare school? De specifieke school waar ik zelf naartoe gegaan ben was relatief goed. En ik zeg relatief omdat ik niet zo'n fan ben van het Vlaamse middelbaar onderwijs. Ik heb het dan niet over de leerkrachten. Ik heb een paar zeer inspirerende leerkrachten gehad, maar vooral over het systeem. Er hangt nog een hele grote conservatieve erfenis, 19e-eeuwse conservatieve erfenis, over ons schoolsysteem. Ik vind het heel betuttelend. Je wordt echt als een kleuter behandeld in het middelbaar onderwijs. Tot je zesde middelbaar mag je heel weinig zelfstandig dingen doen. Terwijl je na het zesde middelbaar plotseling volwassen bent en alles zelf moet regelen. Of je nu gaat werken of gaat verder studeren. Plotseling ben je zelfstandig en daarvoor kon je blijkbaar niets zelf. Ik vind ook dat mijn nieuwsgierigheid niet echt geprikkeld werd. Omdat alles op vaste tijdstippen, vaste onderwerpen aan mij gevoed moest worden. Terwijl ik hele grote eigen interesses had, maar die niet mocht zelf exploreren. Enfin, ik denk dat er veel te verbeteren valt. Talenonderwijs is nog zoiets. In de lessen Duits heb ik vooral geleerd hoe je examens Duits invult. En niet zozeer hoe je Duits spreekt met iemand. Ik spreek liever een soort incorrect Duits waarmee ik mij toch verstaanbaar kan maken, dan dat ik op een hypercorrecte manier examens kan invullen, maar eigenlijk niet kan praten met iemand anders. Bon, ik ben zelf te veel aan het zagen en dat is jullie taak. Ruimte voor verbetering, daar wordt absoluut al werk aan geleverd en dat kunnen we alleen maar versnellen. De J1000 Old School is een groot tweedaags onderwijscongres met zoveel mogelijk zesdejaars uit alle onderwijsgroepen van Vlaanderen en Brussel. Check www.j1000oldschool.com en doe mee.